Welkom, dames en heren, bij de Tempelgids. Ik ga er even goed voor zitten voor jullie. Wij gaan vandaag naar de Kyokugon-tempel. Die zit hier op de Vergeten Hoogvlakte. Maar de reden dat ik hier nu start is omdat wij... Ik denk dat ik hier moet zijn, maar als dat niet goed is, dan begin ik overnieuw. Maar je ziet daar een blurpie zitten. Als je heel goed kijkt, daar zo. Zien jullie dat? Dat bewegen? Dat is een blurpie. Een blurpie zit altijd in de buurt van een grot. Daar. Ja, maar nou zie je hem beter. Dus kan het heel goed zijn dat dit de grot is die ik nodig heb. Dat ik me heb vergist in ongeveer de plek. Als dat zo is, laat ik nog één keer zien. Oké. Laat ik nog één keer zien op de kaart waar je moet zijn. Nou, dit is een bombare muur. Wij hebben geen goede boog. Wij hebben in ons eigen Parivé-spel een hele goede boog. Dit hoef je niet met een bom te doen. En als je nu zo zegt van, shit, mijn bommen zijn op. Als je de mazzel hebt zoals wij, dat wij in het begin heel veel van die zonai dingen hebben gehaald, heb je waarschijnlijk tijdbommen. Die hebben wij nu niet. Nou, dan kijk je in je inventaris en dan heb ik hier een hamer met een kei. Wat doet dat? Nou, eigenlijk letterlijk wat het moet doen. Het hakt. Had ik nog een hamer, een slagbijl met een steen. En dat link werkt ook. Behalve natuurlijk nu. Goed. Loop ik iets terug, want volgens mij lag er ook een groot zwaard. Een verroest slagzwaard, hup. Dan pak je hechten. En dan hecht je hem, hop. Met deze kei. Moet je wel eens volgens de slagzwaard pakken, dus dan wordt het alsnog een beetje lastig. En je gaat zo verder. Hoppakee, zie je? En af en toe komt er zo'n steen tevoorschijn. En die kun je dan hechten bij de volgende keer dat je wapen kapot gaat. Zijn er. Dat zijn... Oh shit, we hebben niks goeds. Dat is een horriblin. Ogen zijn doelzoekend. Ja. Mocht je dat nog niet weten. Dit is ook nog eens een zwarte horriblin, dus die zijn nog eens lastiger. Dood. Dat is één. Dus denk niet in elke... Ik ga even doorzoeken. Nee. Dat kan wel.
veilig. In dat opzicht heeft Onuma het wel ons moeilijker gemaakt. Ja. Pak altijd zijn spullen. Ik zag er verderop terug om bij liggen. Ja. Kijk altijd even goed rond. Ik kan niet nog meer wapens dragen, dat geeft niet. Een pijl. Oké. Okay. Ik denk dat. Glimbloemzaadje. Wat dat doet, dat doen we in een ander filmpje. Ik denk dat we daarheen moeten. Dat ziet er naar uit. We zitten nu onder de hoogvlakte. En zoals je ziet hoef je niet de hele muur te doen als je er maar een gat in maakt. Die ik jullie had beloofd. Dat vindt mijn tablet ook. Mijn tablet is trouwens ons hulpje. En waarom is mijn tablet ons hulpje? Nou, er is een website genaamd Zelda Dungeon. Die is in het Engels, dus jullie hebben er qua hulp weinig aan. Omdat jullie bij ons zijn. Jullie zijn bij ons voor het Nederlands. Maar hun hebben de app, en die kun je op de App Store vinden van Apple en waarschijnlijk ook van Android. De Play Store heet dat daar. Ja. Dat heet Tears Companion. En die heeft een volledige kaart. Met alle tempels aangemerkt. Waar ze zijn, soms ook hoe je er komt. En een beschrijving als je op het boekje klikt. Maar omdat die Engels is, ben je bij ons. Ja. Maar voor alleen de kaart is die ideaal. Want wij doen wel alsof wij alles weten, maar dat weten wij niet. En dan vragen wij het weer aan Austin John Place. Maar als Austin John Place het niet weet, vraagt hij het aan Zelda Dungeon. Dus indirect werken wij allemaal met Zelda Dungeon. Hemel en aarde. Oh. Nee, ik ga er geen... wie was het? Rutja Kot? Hemel en aarde? Ga ik er niet op zetten. Nee, nee. Nee, doe het niet. Oké, Link, wat gaan we doen? Iets met ballen. Iets met ballen. Nu is er een trucje. Ah. Nu is er een trucje. Zien jullie de vloer? Het plafond? Ja? Zien jullie? Nou, het plafond is een trucje. Of het zo bedoeld is, weet ik niet, maar... Je ziet het, er moeten 3 ballen in. Denk ik. Het kunnen er ook 4 zijn, maar... Ja, maar... Deze moet daar. Want daar... Onder dat groene kringeltje. Zit een kringeltje. En deze of de volgende? Eentje hoger. De volgende. Deze moet... Even goed kijken. Moet heel even goed kijken, jongens. De dichtstbijzijnde zo te zien, deze. Ja. Dat ga ik even controleren als ik eronder sta. Ja, deze. Nou. We gaan hier kijken. Oh, die moet lager ook. Die moet hier. Die moet daarin. Woei! Link, je gooit te hard. Oh, kijk toch. Dat is een korfbalballetje. Eerst denken dat hij te hard is en daarna toch... En deze moet erboven. Die moet erboven. Ja. Op het plateau. Maar ik twijfel, die eerste die hij deed, of dat hij op deze hoogte of eentje hoger moet. Volgens mij op de hoogte waar ik hem nu heb. Ja. En dan ben je eigenlijk... Klaar. En weet je of dit altijd hetzelfde is bij iedereen? Dit is overal hetzelfde.
Maar de truc is dus, kijk op het plafond. Naar die groene kringeltjes. Is het zo bedoeld, weet ik niet. Maar het is een trucje die je kunt toepassen. Waar de kist zit, weet ik niet. Bij deze, dat doe ik een... ik denk daar. Ja, die zit daar. En waar die dan moet, weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Dus mocht ik dat ooit uitvinden, dan zal ik hem opnieuw filmen. En anders... Mochten jullie hem uitfilmen, laat het ons weten. Wij hebben op de website Zelda Fans Nederland een forum staan. Daar kun je je tips zelf ook kwijt. Je vragen. Maar daar kun je elkaar ook helpen. Ja. Ik weet dat fora's niet heel veel gebruikt meer worden. Maar in dit geval vond ik het wel handig. De bol nummer 17. Als je heel zinnig gemauw wordt, dat is niet heel erg hoor. Dat is mijn kater die naar binnen wil, want die zit buiten was buiten aan het wandelen. Die zat buiten te shitten. Maar dat is er eentje. Ik zit binnen ook van de buiten. Ik zit binnen ook van de buiten. Ik zit buiten ook van de binnen. En als jullie dat niet horen, horen jullie dat niet. Dan weten jullie nu dat hij zielig maakt. Nou, dat was de tempel. Dan zien we jullie bij de volgende. Knollert, wat zeg jij ervan? Oh, geen Knollert vandaag. Oh, dan heb ik er toch geen zin in, blijkbaar. Nou ja, doe ik hem. Bye bye!